Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza. Vooral over het westen van het land zien we veel bewolking trekken. En die bewolking hoort bij een storing. Er valt ook wat lichte neerslag in de vorm van enkele bui. Er is ook ruimte voor de zon. De zon heeft de meeste ruimte in het oosten van het land. Met name in de ochtend. In de middag zal het allemaal wat meer uh, uitvlakken. En zien we overal de zon van tijd tot tijd schijnen. Met aanhoudend de grootste kans op een bui in het westen en noordwesten van het land. Temperaturen zo'n 15 tot 17 graden. Wind uit het zuiden tot zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vrij krachtig bij zee een windkracht 5. Ook vanavond met wolkenvelden, een enkele opklaring en aanhoudend een kleine kans op een bui in het noordwesten. Morgen is de kans op een bui overal aanwezig. De grootste kans in de noordelijke helft van het land, met daar ook de minste ruimte voor de zon. Maar nou, in het zuiden schijnt de zon wel wat vaker. Het wordt opnieuw zo'n 15 tot 17 graden. Er staat een klein beetje minder wind. Donderdag is duidelijk een veel nattere dag. Met perioden met regen of buien. En tussendoor, met name langs de kust, een enkele opklaring. Vrijdag neemt de buienkans geleidelijk aan af. En zaterdag is het op veel plaatsen droog. Temperatuur ligt dan rond 17 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.